Dat is het unicum. Heel verstandig. De nieuwe assistent. Dames en heren, Alcazar en Trent. Ja. Ze zagen die in de winter. Dat krijgen ze op perfecte manier. Ik zou je in de doos steken, zou je twee zagen. Die zag je soms niet bij. Natuurlijk, als je balken met twee zagen, dan op een jongen en een meisje. Als je die naar elkaar wil brengen, dan gaat dat in 10 stappen. 7, 8, 9, 10. Nou, die is niet. Dan kun je 10 doen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Heb je gezien, meneer? Ik kom niet voorbij, ik zal het u uitleggen. Kom, Vivian, zo. Als je weet dat dat de jongen is, meneer, wie is dat dan? Ik pak het meisje. Jij pakt de jongen. En ik pak de meisje. Ik zeg ook, moet die hand dicht doen, hè? Hand helemaal dicht. Nee, ik zeg ook, die pak. De minister van de laatste fles. Neem kies die jongen, hè? 2 euro. Ik heb het meisje. Ik heb het niet gevoeld, hè? Als je het echt wil voelen, moet de bal heel uit de vasten. Dan voel het van plaats wisselen. Maar als ik nu de jongen neem, jij pakt het meisje. Dat is heel erg vast. En ik zeg ook, spookjes vast. Dan moet die jongen wel goed gaan. Ja, kijk. Ze mag het meisje vast dat zien, maar ik ga nu de jongen geven. Je houdt de jongen heel hard vast. Heel hard vast. Het meisje mag er niet bij. Maar ik pak het meisje bij mij en ik zeg hoog. Pas. Moet je dat doen? Dat is niet gevoel. Maar treintje, ga weten. Ik pak de jongen, ik pak het meisje en een treintje nu, die blaast op mijn af. Als de jongen en de meisje bij elkaar zit, komt er altijd eentje bij. Maar Treintje, jij moet kiezen. Je pakt je rechterhand of je linkerhand, maar het moet de hand zijn. Treintje, dat gaat niet. Ik ga de balletje de Treintje de hand leggen. Je gaat het zo erg vast dat je goed kan pakken. Leg je andere hand er bovenop, Treintje. En je strekt je armen weg van mij. Dat ik dat niet meer aan kan. Zie, ik kan dan alles aan, behalve aan mijn bal. Ik ga je vragen, Treintje, moet je concentreren. Want ik ga de ballen uit die andere weg door. Onder mijn regeling. Ik voel een beetje aan. Dan ligt die rood. Maar ik ga je toch vragen. Concentreer. Ben je er klaar voor? Ja. Oké. Okay. Ik moet je concentreren in het rijtje. Voel je mijn bal? Voel je mijn bal? Hoog gesproken. We zijn niet aan het bal aan het denken. Ja, doe die anders open zo. Oh, Treintje, alstublieft, wat is dat? Hier is mijn kaarsje, Treintje. Ik ga het huis bezoeken. Ja, Wacht op maar een naast. Kijk, dan gaan we toch maar nog iets doen. We gaan nog iets extra doen. Extra. Kun jij de sprookjesdoos vasthouden? En, madame, jij hebt nog niets gedaan vandaag. We hebben een briefje nodig van 5, van 10 of van 20 euro. Mag ook 50 cent. Maar je krijgt het terug. Mogen we dat lenen van jou? Ik heb het niet bij me. Oh, wie heeft er centen bij? Madame, jij hebt zeker centen bij. Een rijke man. Heb jij geld bij, meneer? Ja, mijn vrouw die lukt hier ergens rond. Hij kreeg niets. Maar je krijgt het terug. Dat is gelijk als jij, want anders wordt meer niet zo. Heb jij centen bij? Nee, maar dan geen water uithaalt. We hebben een briefje nodig. Wie durft er hier een briefje geven? Hé, madame, krijg jij geld bij? Nee. Wordt er niet aan beheden? En de foto. Ik heb zet tekort, maar nee. Ik heb de beker. Kijk, de beker. Ik heb alleen maar een zak met boeken. Ja. Echt betrouwbaar hier opnieuw. Hier. Heeft er iemand portemonnee? We hebben niemand gevonden, zei we. En die mevrouw? 5 euro. Ja, 10 euro is ook voor madame. 5 euro? 50 euro is nog beter. Maar ik krijg het terug, hè? Kijk naar mij. Je ziet dat toch direct?
Een eerlijke mens. 5 euro? Ja, dat is ook cool. Hoe heet jij? Monique. Monique. Met EK of met QUE? Officieel met QUE. Allee, dan gaan we het op officiële manier schrijven. Ja. Monique met QUE. Ja. Voilà. Kijk Monique, wat heb ik voor gezorgd? Het briefje dat gisteren van jou was. Ja. En vandaag van jou is. Ja. Zal morgen nog altijd van jou zijn, want ik heb nu je naam opgezet. Ja. Zie dat? En een hartje van mijn assistente Treintje, die nu naar u aan het knippen over is. Ja. Ja. Kijk, we gaan uw briefje gebruiken om de middeleeuwse kunst van het baan te demonstreren. Dat is niet gemakkelijk, dat heet origami. Als ik jouw briefje 147 keer plooi, dan verandert dat in een naam. En dan zegt dat, dag Monique, en dan vliegt dat over de dag naar dronken lang van Staafje. Als kwijt. Dat gaan we dus niet doen. We gaan uw briefje maar 25 keer plooien en dan verandert uw briefje in iets dat we wel kunnen gebruiken als een balk. Maar je hebt dat niet gezien, ik kan dat niet aan mijn assistenten geven, want als die een balkje geeft, dan doet hij ons heel rare dingen. Zeg, ja, maar, wil jij het balkje van Monique even vasthouden? Maar niet dat knijp, maar ze heeft dat niet graag, je weet dat, hè? Ja, nee. Hier is mijn assistente, dames en heren, Treintje! En Treintje, die gaat aan jullie allemaal uitleggen wat er zo speciaal is aan de beker. Ik ga het met een toverstok bij halen. Zeg het maar, Treintje. Wat is er speciaal? Ik heb je uitgevoerd, je mag niet dronken. Zitten 3 oren. Ja, zie het, Monique. Wat had ik nou nu gevraagd? Oh, 3 oren? Ja, jij zou dat ook gezegd hebben. Maar jij zou toch eerst gezegd hebben, hij is leeg. Nee, hij is leeg. Weet waarom? Er is een gat in. Er is een gat in van voor, maar Monique, er is een gat in van onder ook, kijk. Maar het gat van onder kun je niet zien. Je ziet het gat van voor, zie je dat? Zie je dat trouwens? Ja. Monique, het gat van onder. Voel maar. Nee. Voel maar. Monique, je hebt betaald, je moet voelen. Ja. Maar je voelt niet, hè? Want er is geen gat in. Nee. Dat je kunt zien. En ik geef maar, geef ik je dat balkje terug, zeg. Je moet hem doorhouden, hè. Kijk, dankzij het briefje van Monique, ga ik jullie tonen waar het gat is. Kijk, het gat is hier, Monique. En ik pak je briefje en ik zeg, pas. Maar dat is zo klein, zo klein, kijk, schat, ik duur op dat gaatje. En dan valt dat briefje door, dat gaatje, dat je niet kunt zien en je kunt voelen. Ongelooflijk, hè. Ja, ik ben wat rap gegaan, hè. Wat trager gegaan, Monique, kijk. Gaatje is hier. Ja, mijn hand is hier. Uw briefje leg ik in mijn hand. Ik doe mijn hand toe. En ik zeg, focus en dan. Focus en dan. Pat! En ik maak het zo fijn. Zo fijn. Kijk, ik duw dat door dat gaatje. Dat je niet kunt zien en niet kunt voelen. En mijn assistent heeft een beker op. Ja, ik zei wel niet zwaar onder een indruk. En Monique, de rest ook niet. Want in de middeleeuwen dat is al 2 keer geklapt voor mij, alstublieft. Ja, dankjewel. Maar Monique, mijn assistente kan dat ook. Rijntje, ik ga het nog één keer uitleggen. Dat is een Hollandse nummer, zeker. Rijntje, hier is het gaatje. Ja. En ik zeg het briefje van Monique nu in mijn zak. Ja? Dan wordt dat 10 euro. Wat zeg je dan? Nee. Als je een briefje krijgt van Monique, dat gebeurt die al dagen, dan zeg je merci Monique, merci Monique, merci. Ja, nee, dat kan wel. Nee, Monique, het is een show, hè. Kijk. Hocus pocus, pat. Ik sta niet uit dat vast. Ik kan vlieg dat briefje uit mijn zak, door dat kaartje. Dames en heren, nu gaat Treintje toveren. Treintje gaat toveren, ze gaat dat briefje van Monique door dat gaatje toveren. Ik steek het briefje van Monique in mijn zak, wat zeg je dan? Ook is merci. Ja, merci Monique! Ja. Duidelijk dat dat nu niet. Oké, Monique, dat je toveren. Kom maar, ik zal een beetje naast. Nee! Oh, je mocht niet op een beker tikken, hè? Wat heb je nu gedaan? Allee, ja, man, ik kan er niet aan doen, hè? Maar iedereen heeft gezien dat Treintje dat gedaan heeft, hè? Ja, met die is kapot in toch? Oké, ik ga naar een andere toch? Je moet nooit op een beker stikken. Mijn wil wat hoi! Dames en heren, ik ga de Hollandse spreuk gebruiken. Ik ga de briefje van Monique terug in mijn zak steken. Kom aan, Treintje. Hocus pocus Pilatus pas. Voilà. En dan heb je een beker op met 2 handen, Treintje. En je geeft Monique haar briefje terug. Ha! Ja! 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 Ja!
Ja, ja, meiden. Ja, maar nee, ik kan er niet aan doen. De beker is kapot, hè. Maar dat is stinky. Voor €5? Nee. Ja, de zaak schuld was eerst geklopt op de beker. Als je op de beker klopt, dan valt er altijd maar. Hey. Op hier nog één. Nee, kom niet. Het is goed, het is goed. We gaan ze wegsteken. Maar normaal gezien is dat een hele goede truc. Weet waarom? Nee. Niemand vraagt nog aan mij, waar is dat briefje? Ah, ja. Maar we gaan dat niet doen. We gaan dat niet doen, Monique. We gaan het eerlijk spelen. Want, hoe heet je? André is hier. En André heeft al heel de tijd de sprookjesdoos vast. André, kom erbij. Geef de sprookjesdoos. Dankjewel, André. En hoe heet de gang? Freddy, kom erbij. Freddy, je gaat ons meehelpen. Hè? Ja, kijk. André, wat is de koning? Ja, dat is de prins. Want ik heb de sprookjesdoos bij. En wat zit er in een sprookje? Een tovenaar of een? Heks? Of een prins of een prinses. En prins Freddy is hier. Maar Monique, wat zit er altijd in een sprookje? Mensen zijn. Een muis! Ah! Dat is geen echte, Monique. Dat is die van de Ikea, hè. Ja, ça va. Monique, ça va. Adem, ik heb een sprookje, man. Ja, merci. Oh, nee. Maar een sprookje begint altijd, Freddy, met... Er was eens. En eindigt met... Ze leefde nog lang in gelukkig. Ja, Monique, maar niet. Voordat de prins de boel kwam redden met een kus. Ja. Maar ik ben geen prins, ik ben een profiteur. Ja. Maar misschien hebben we hier een echte prins in huis. Prins Freddy is hier, dames en heren. En hebben jullie al gehoord van de prinses en de kikker? Want dat gaat niet meer. Al die prinsessen zijn naar de vakbond gegaan. Die wouden die kikker niet meer kussen. Dus de heksen hebben gezegd, ah ja, dan gaan we die prins veranderen. Nee, we gaan hem niet veranderen. We gaan al die prinsessen veranderen. En ze hebben al die prinsessen veranderd. En weet je wat? In kiwis. En daar komt prins Freddy. En hij ziet dat de prinses in levensgevaar verkeert. Hij gaat die redden. En hij haalt ze uit de doos. Goed, Freddy. Je houdt ze vast. Heel teder. Je legt dan van nu gewoon zijn. Met je twee handen zo. Je zegt, oh, mijn lieve prinses. Oh, ik ga. Oh, wat ben je mooi. Speciale smaak wel, hè? En je zegt... Nee, maar je gaat ze redden. En hoe redt een prins, een prinses in de penari? En lomme. Ja, niet een paar poep, hè, Freddy? Je moet die omdraaien. Kijk, je moet die omdraaien. Je gaat die keel. Dat is, ja, gezien dat die hier is. Ik geef hem een groot applaus van daar wat hij gekust heeft. Ik kan mijn mes pakken. Als jij ze echt goed gekust heeft, hè? Monique, dan kan ik die hier en die gekust. Ja, hè? Daar ook. Ja? Nee, dat is niet goed. Als je ze echt goed gekust hebt, dan is het. Hoe kan dat nu? Ja, hoe kan dat nou? We gaan bij ze in Afrika, hè? Jokjes aan de zaak. En is dat dat van mij? Nee, Monique. Van Monique, mijn hartje op! Van mijn assistente Treintje, die aan het knipogen is. Knipogen. Wat hebben we geleerd vandaag? Wat hebben we geleerd vandaag, dames en heren? Dat mijn assistente middeleeuwse gedachten heeft.